De eerste keer dat ik het werk van Peter Hugo zag was in 2007 tijdens de Paris Photo, de grote fotobeurs in Parijs. Ik was eigenlijk helemaal getroffen, niet alleen door de fotografische kwaliteit en de formaten, maar vooral ook wat er op die foto stond, namelijk een soort circusartiesten in Nigeria die van dorp tot dorp gaan met een act opgevoerd door hyena's. Een veel maatschappelijk geëngageerder serie is bijvoorbeeld Permanent Error. In Ghana, op vuilstortplaatsen, dumpt het Westen heel veel elektronische apparatuur en computers vooral. En daar zijn kinderen vaak ook nog bezig om de edele metalen eruit te krijgen door die computers te verbranden. Zijn nieuwste serie gaat overigens helemaal niet over Afrika, dat is de eerste keer. Het is ook voor het eerst dat het wordt getoond. Een serie zwart-wit portretten van zijn vrienden. Alleen hij heeft op een bepaalde manier gefotografeerd of bij bepaald licht, zodat alle kwetsbaarheden op de huid heel goed uitkomen, alsof het een röntgenfoto is. Als je zijn oeuvre bekijkt, dan zijn er toch de geëikte genres die we uit de schilderkunst kennen, die hij gebruikt. Dus het portret, het landschap, stillevens, het groepsportret. In die zin is zijn fotografie heel erg verwant aan de schilderkunst. Wij als Westerlingen weten eigenlijk heel weinig over dat land. En daarom is het zo bijzonder wat Peter Hugo als soort fotojournalist, maar ook als beeldend kunstenaar op dat continent weet te vinden. Het is in feite een retrospectief van iemand die nog maar 36 is, dus dat is een beetje vroeg. Maar hij is al zo verdienstelijk geweest en zoveel werk gemaakt dat een overzicht zeer van toepassing is. De tentoonstelling reist naar Den Haag door naar Lausanne. Wat heel leuk voor het Fotomuseum Den Haag is, want dit is onze eerste productie die echt gaat reizen en die door andere musea wordt overgenomen.